Welkom bij de kerstwens van Koninklijke Visio. Een vrolijk getekend wintertafereel met veel sneeuw. Onder een donkerblauwe hemel met gouden sterren en een helder gele maan staan huisjes, bomen, lachende mensen, een slingerende weg en veel sneeuwvlokjes. Op de tekening vinden we een aantal kenmerkende momenten uit 2020, een jaar waarin alles anders was dan anders. We gaan in vogelvlucht langs deze momenten en komen als eerste bij een groot gebouw helemaal links op de tekening. Bovenop dat gebouw, vlak onder het rode puntdak met laagjes sneeuw, staat in grote witte letters Visio. Achter de ramen op de verdiepingen daaronder wordt hard gewerkt. Doordat we elkaar niet fysiek konden ontmoeten, werden andere oplossingen bedacht om in contact te blijven. Achter het raam op de bovenste verdieping zwaait een medewerker van International ons vrolijk tegemoet. Hij is online in contact met collega's in het buitenland om kennis en expertise uit te wisselen. Achter hem aan de muur hangt een grote wereldkaart. Achter het grote raam daaronder heeft een blonde medewerker videocontact met een cliënt. Ze heeft een koptelefoon op haar hoofd en een laptop op haar bureau. De cliënt met een rond brilletje op zijn neus kijkt haar vanaf het scherm aan. Aan de deur op de begane grond hangt een kerstkrans met gele en rode ballen en een enorme rode strik. Rechts achter het fysiogebouw staan vlak voor de horizon een rij besneeuwde bomen en twee houten huisjes met een deur en een raam. Het dak met kerstlichtjes aan de dakrand ligt vol met sneeuw. Bij het linkerhuisje hangt een cliënt uit het raam, genietend van de vrolijkheid buiten. Want er waren dan misschien veel minder activiteiten. Samen met lokale ondernemers en bedrijven is er toch van alles voor de cliënten van Visio wonen georganiseerd. Voor de huisjes staat bijvoorbeeld een roze draaiorgel beschilderd met bloemen en muzieknoten, en in het midden tussen een rij orgelpijpen een blauw engeltje met witte vleugels. Rechts voor het draaiorgel staat een parmantig kerstmannetje, uiteraard met dikke witte snor, baard, een rode muts, rode jas en een brede leren riem. Hij krijgt een muntje van een cliënt die met een warme sjalom van de muziek staat te genieten. Net als de cliënt in een rolstoel die daarachter langs rijdt. De sporen van de wielen staan in de sneeuw op de grond. Met een grote glimlach kijkt hij naar de kerstman. Links achter het draaiorgel staat een blauw karretje met een rood-wit gestreept afdakje waar je heerlijke poffertjes en oliebollen kunt bestellen. Op die kar ligt links een grote stapel oliebollen met poedersuiker en daarachter de verkoper in een blauw pak, blauwe muts en een mondmasker. Er is nog iemand die pret heeft: een man met rode trui, groene stippeltjesjaal en blauwe broek. Hij heeft zijn mond open in een grote lach en loopt met zijn witte stok vooruitgestoken over een ribbelroute richting de kerstman en de geurende oliebollen. De ribbelroute ligt links van de weg, die vanaf de horizon rechtsboven met een slinger naar links onderloopt. Midden op die weg fietst Hanna. Ze zit met haar donkere bril bij haar vriend achterop de tandem. Ze heeft lang blond haar, draagt rode kleding met witte gimpen. Haar vriend draagt een groene jas en een blauwe broek. Drie jaar geleden werd Hanna plotseling slechtziend en revalideerde bijna een jaar bij Fisio het Loerf. Ze ontdekte daar hoe zij ook met een beperking nog veel leuks kan beleven. Bijvoorbeeld door er samen met haar vriend met de tandem op uit te trekken. Rechts van de weg staat een school van fysio-onderwijs. Het is een flink bruin gebouw als een omgekeerde hoofdletter T. De rode daken zijn besneeuwd en op het dak rechts staat een vogeltje met een heel klein kerstmutsje op te zingen. Achter het raam van de linkervleugel staat een gezellig versierde kerstboom. Op de muur van de rechtervleugel is een grote vuist getekend met de duim omhoog, want de onderwijsinspectie is erg tevreden over de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding bij Visio. Voor de school loopt Nathalie. Ze heeft donkerbruine krullen en een licht gekleurde hond. Nathalie kreeg op haar 23ste te horen dat ze een progressieve oogaandoening heeft en uiteindelijk blind zal worden. Inmiddels is het bijna 30 jaar later en heeft Nathalie twee kinderen en werkt ze als manager bij Visio. Haar blinde geleidehond, Zion, zorgt ervoor dat Nathalie haar werk kan blijven doen en haar vrijheid kan behouden. Samen lopen ze hun voetstappen achterlatend in de sneeuw naar links richting het zebrapad. Daar steken juist de dames van de raad van bestuur over, Annelies en Margreet. Ze dragen een besneeuwde kerstboom en met hun vrije hand zwaaien ze vrolijk en kijken ons lachend aan. Volgens mij willen ze iets zeggen. Fijne feestdagen en voor iedereen een gezond 2021. Wil je het persoonlijke verhaal lezen van Hanna, Nathalie en Zion? Kijk dan op visio.org schuinestreep kerst.